Goedemorgen, het is vandaag weer vrijdag 28 december. Het is nu bijna 10 uur over 5 minuten. En het is dus vandaag vrijdag, bijna weekend jongens. Maar ik heb lekker vakantie, dus ik hoef geen weekend te hebben eigenlijk. Maar in ieder geval, ik ga vandaag een video filmen die ik eigenlijk gisteren wou filmen. Dat is namelijk over deze producten. En zien in de vlog, doe dan zeker je duimpje omhoog. En laten we gewoon snel beginnen met de vlog. Ik heb er super veel zin in en ik hoop jij ook. Dus ja, veel kijkplezier. Video's gaan editen, want ik ga nu even naar beneden toe. Ga ik eventjes video editen over het Huda Beauty paletje. Alleen die kan ik niet online zetten, want ik heb per ongeluk het beginstuk verwijderd. Echt, oh mijn god, heb ik weer. Dus dan moet ik even opnieuw filmen en daarna kan ik hem even online zetten. Ik bedoel gewoon online zetten. Dus ja, nu is het uit. Dus te wandelen. Ik ga nog even vertellen wat ik allemaal vandaag ga doen. Ik moet sowieso twee video's editen. Natuurlijk de vlog van gisteren. En de video over het Huda Beauty paletje. En ik moet nog een klein stukje filmen van dat Huda Beauty paletje. Want ik was weer zo slim geweest om een stuk te verwijderen van die video. En dat ging namelijk over te verkiddelen. En dat ging... Oh, fijn. Ik wou natuurlijk gisteren die video filmen. En ik heb alles hier neergelegd. Fijn natuurlijk, ik kan natuurlijk niks pakken. Maar dat ging namelijk over dat paletje. Over dus deze van Huda Beauty. En ik heb per ongeluk dus het beginstuk verwijderd. Echt super slim weer mijn neus. Dus ik ga nu eventjes naar beneden toe. Nee, niet naar beneden toe. Ik ga eerst douchen. En dan ga ik me opmaken. Maar ik moet ook nog ontbijten zelfs. Oh mijn god, het is 11:30. Echt super laat vandaag. Maar goed, in ieder geval... Lekker bezig. Ik heb het net opgemaakt en ik ga dus nu een video filmen. Echt een superleuk video. Die komt pas maandag online. En dat is mijn laatste video van dit jaar. Dus ik ga ook gelijk even zeggen dat jullie voorzichtig moeten zijn met vuurwerk. Echt, hou je eraan. Maar goed, in ieder geval, ik ga dus nu even filmen. En ik hoop dat het snel af is. Want ik moet dus ook nog een video editen. Ik moet er nog twee editen. En mijn vlog van gisteren. En dan natuurlijk die video van deze. Van dit paletje van Huda Beauty. En dan moet ik ook nog een outro mee maken. Oh ja, een intro moet ik ook mee maken. Dus ga ik ook gelijk even maken nu. En dan ga ik dus nu even een video filmen. Net de... Wacht even. Want ik heb dus net een video gefilmd. En ik heb dus nu net ook een thumbnail gemaakt. Ik heb ook een thumbnail gemaakt over dus de video die vandaag online moet komen. Over dit paletje van Huda Beauty. En ik heb dus ook gelijk een intro gemaakt. Omdat ik zei dat ineens. En toen dacht ik van, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Dat heb ik ook gedaan. En ik ga dus nu de video eventjes editen. Die ik dus moet editen. En ook even online moet zetten. Super fijn. Een nieuwe video aan het bewerken, aan het editen dus. Maar ik vind hem helemaal niet zo geweldig of zo. Ik weet niet, maar ik ga het nu even door. Ik ga zo meteen naar het winkelcentrum toe. Ik ga dus naar Douglas toe, want ik ga mijn cadeaubon denk ik even inwisselen. Denk ik voor iets leuks. Ik weet niet wat ze hebben. Dan ga ik even kijken. En ik ga even naar de Aralia toe. Ik weet niet wat ik ga doen eigenlijk, maar je ziet het wel. En ik ga even jullie mijn outfit laten zien. Superleuke trui aan. Dat is namelijk deze trui. En deze komt dus ook uit Turkije. Alleen mijn tante heeft ze dus gekocht. Nee, kijk, wacht. Ik ga het even goed vertellen. Mijn tante is dus naar Turkije geweest. En die heeft dus deze trui voor mij gehaald. Alleen bij deze arm moet ik eventjes de strik even opnieuw maken. Maar goed, dat is dus deze trui. Ik vind hem echt superleuk. En mijn broek komt gewoon van de Only. En mijn laars komen gewoon van Haren. Superleuk en ik ga zo meteen. Ik ben dus net bij de Lidl geweest. Ik heb dus de blub in appel en berries gehaald. Jullie kunnen het niet zien. Maar dat is dus deze heb ik dus gehaald. En dat is dus de paarse. En ik heb dus ook gewoon de rode gehaald. Ga ik even laten zien. En ik heb ook de rode gehaald. En die zijn 2 voor 2 euro. Super goedkoop. Dus die ga ik daar over. Ik denk in een van deze vlogs ga ik hem ook even proberen of die lekker is. Maar ik denk het wel. En die is sowieso heel lekker. Die rode handschoenen gehaald. Ook bij de Aralia voor 10 euro. Het is ook met dat teddy speel. En die zocht ik al best wel lang. Want mijn vriendin Luciana had zo een soort van. Die leek hier op. En die wou ik best wel lang. Want die zijn echt heel warm en zo. En ja, dus die heb ik gehaald. En super leuk. Echt zo irritant. Ben je goede tijden aan het kijken? Zit er iemand buiten te knallen? Nu hoor je het niet meer op de een of andere manier. Maar net wel echt een hele harde knal. Laat even weten of ze bij jullie ook al een vuurwerk aan het afsteken zijn. Bij mij wel dus. En we zijn aan het kijken zoals je ziet. En ik ga zo meteen de video verder editen. Dus, ja. Ik kijk dus nu een kerstfilm. Ik weet niet of het een leuke film is. Maar ik ga maar kijken of die het leuk is. Ik zit nu film te kijken. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar iemand zit nu dus een vuurwerk af te tekenen. Oh my god. Horen jullie dat? Ik weet niet of jullie dat horen op camera. Maar ik hoor het wel.
Maar ik denk jullie ook. Dus laat het weten of jullie dat ook horen. Dus let me know in de comments. Maar goed, ik ga nu verder met film kijken, anders mis ik de helft. Wat? Ze zit hier ook nog wel rustig. Om ook al wat vuurwerk afstoken. En dit is trouwens de Christmas Eve. Dat is eigenlijk best wel een leuk film, denk ik. Maar ik ben eigenlijk meer aan het vloggen dan aan het kijken. Maar goed. Ik ga nu verder. 11 geweest en het is nu eigenlijk 10:50. En ik heb vandaag echt een superleuk dag gehad. Nou, niet superleuk, maar goed. Oké. In ieder geval, ik heb net een hele leuke film gezien. Het was namelijk The Christmas Eve. Of A Christmas Eve. Was echt een hele grappige film ook. En echt een aanrader om te kijken. Ik weet niet of die op Netflix staat. Dan moet ik eigenlijk even gaan kijken. Want als die op Netflix staat, dan moet je hem zeker gaan kijken. Maar ik weet niet. Dan moet ik het even nakijken met mijn... Dan moet ik het even nakijken wat ik dus net ook al zei. En ik ga dus morgen oliebollen bakken met mijn vader samen. Superleuk. En ik hoop dat ze lukken. En ik doe het trouwens op zijn werk, niet hier thuis. Want dan is het echt wel zonde voor de aanrecht en zo. En ja. En trouwens, ik maak het al heel vroeg, zeg maar. Maar dat komt gewoon omdat mijn moeder dus maandagjarig is. Ik kan het ook niet doen. Zondag komen misschien mijn tante en mijn neefje. En dan kan ik het ook niet doen. En morgen hebben we eigenlijk niks. Eigenlijk moet ik de uitnodiging maken nog. Maar I don't know of ik het ga redden. Maar in ieder geval, als jullie dit zien, dan... En vanmorgen heb ik ook echt een superleuk video online staan. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Maar goed, nu ga ik lekker slapen. Nou, nu nog niet. Ik moet eerst alles nog afhalen. En natuurlijk en dan natuurlijk die kaarsen aan uitdoen. Allemaal uitdoen. En de kerstboom natuurlijk ook. Echt heel belangrijk, jongens. Zet de kerstboom uit als je naar bed gaat of ergens heen gaat. Dat is heel belangrijk. En natuurlijk ook met kaarsen. Dus dat is natuurlijk ook voorzien. Maar kaars zet die heel erg goed uit. Ik bedoel heel erg goed uit. Dan ga ik nu weer de vlog afsluiten. Vond je deze vlog leuk? Doe dan je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan het hier beneden op het rode abonneerknopje onder. En ik zie je snel weer bij een nieuwe vlog. En of een ander soort... Of een ander soort video op mijn kanaal. Dus ik zie je morgen weer met een nieuwe vlog. Of met een andere video op mijn kanaal. Dat is super leuk. En ik zie je morgen weer met een nieuwe vlog. Dus tot morgen. Dus doei. Woensdag ook, dacht ik.